De een is blij dat de feestdagen net achter de rug zijn en de andere verheugt zich alweer op de naderende feestdagen. Want gelukkig leven wij in het zuiden van Nederland en mogen wij ons verheugen op het naderend carnaval. In de studio bij mij aan tafel chef Schilders en Jaap van der Hurk, beide lid van de commissie Piergebleer van CV De Piermaaiers. Heren, het carnaval ligt eraan te komen. Ik wil met jou beginnen, Jaap. Waar mogen wij ons op verheugen? Ja, het is inderdaad nog zo'n kleine 5 weken voor carnaval. En 2 weken daarvoor, op 30 januari, hebben wij het Piergebleer 2010. Oké, 30 januari 2010, Piergebleer. Waar is te doen, chef? De locatie is net zoals de laatste jaren weer in de Nieuwe Den Boogaard. Gelukkig kunnen we daar weer terecht. Dus daar beginnen we weer om 8 uur stipt, 30 januari. Jaap, wat mag ik me van het Piergebleer 2010 voor gaan stellen? Net als voorgaande jaren hebben wij dit jaar 10 groepen die gaan strijden om de 2 prijzen. De muzikaliteitsprijs en de presentatieprijs. En zoals we gewoon een spektakel denken, net zoals andere jaren. Er wordt weer flink gestreden voor de Carnaflex natuurlijk, de Kees Finesse Wisselbokaal. De oprichter van het Piergebleer. Van 15 jaar geleden denk ik, ja, het is dit keer de 15e keer dat georganiseerd wordt. Ja, ik heb al eens wat rondgeluisterd in Bristol. Er wordt alweer heel veel geoefend, hè? Diverse garages worden alweer omgebouwd tot zangstudio. Op zolders worden alweer kleren in elkaar gezet. Ja, gelukkig wel. Ik denk ook dat het voor heel veel mensen ook een van de leukere dingen is. Gewoon echt met elkaar bezig zijn, tot het lied komen en het in elkaar zetten van alles. Ja. En dat vind ik ook een van de grote pluspunten, dat je van het hele Piergebleer gewoon gezellig met z'n allen bezig zijn, een lekker lied neerzet op de avond en een leuke gezellige avond en elkaar in elkaar alles weer terug horen en zien. Ja, Jaap, hoeveel jaar draai je al mee bij het Piergebleer? Dit wordt mijn 4e jaar. Jouw ervaring daarin, hè? Is het een geweldige bonte avond of is het echt harde competitie van wie heeft het beste lied? Het is toch een vrij harde competitie als je zeker tijdens de puntentelling de groepen naar elkaar ziet kijken van wie geeft wat welk punt. Dan denk ik dat het zeker een harde competitie is. Ja, chef, moeten we eigenlijk zoiets jureren? Ik denk toch wel dat het leukste is. Het gaat toch voor het winnende, of ja, voor het moegerste carnaval ziet van dat jaar natuurlijk. Ik denk wel dat het goed is om te jureren, om toch echt wel tot de winnaar te komen. Natuurlijk, eigenlijk is iedereen winnaar, want je hoort met carnaval je nummer terug. En dan is natuurlijk hartstikke leuk als je in een kroeg staat en het is carnaval. En hey, daar is ons nummer, iedereen zingt vrolijk mee. Dus in principe zijn we allemaal winnaars, maar voor de avond, voor het competitie-element is het natuurlijk wel leuk dat er een winnaar uit de voorschijn komt. Ja. Ja, de deelnemers, ken je ze allemaal uit je hoofd? Als het goed is wel. Zeg het dus. We hebben de Kamerai, de winnaars van vorig jaar. De Brugzeikers, Brouwer Junior, de Deurdraaiers, de Dorsvlegels. We hebben een nieuwe groep, de Gangmakers. We doen dit jaar voor het eerst mee. Daar zijn we heel blij mee dat die erbij zijn gekomen. Verder hebben we het Allegaartje. Baja doet weer mee. Hoeveel zijn we ondertussen? Ja, we hebben er in ieder geval 10. Zonder ongetwijfeld uit het blote hoofd, nou, ze gauw eentje vergeten. Maar we hebben in ieder geval de Poeltjes. Ook al een groep die al jaren meedoet. En de Pierenmaten. Pierenmaten. Dus ja, we hebben weer 10 groepen dit jaar die meedoen. Oké. Okay. De Gangmakers, een nieuwe groep. Wie mogen we daarin vertegenwoordigen? Hoe kennen we die? Hoe kennen we die? Daar zijn een. Ik denk dat de twee, tenminste, ik denk dat de liedzangeressen zullen zijn. Dat zijn de dochters van Thijs van der Wouw, Kim en Emily, heet ze geloof ik. Die hebben ook met het promptgezet van Harmony al meegezongen. Dus dat groepje is het een beetje. Oké, en die gaan ook weer zullen in het carnavalspad begeven? Ja, gelukkig wel. Net zoals Jaap al zei, we zijn ontzettend blij mee dat we vers bloed erbij krijgen. Want de Piergebleer bestaat inmiddels 15 jaar. En ja, er is één groep die alle 15 jaar meegedaan heeft, dat is Brouwer Junior. En ja, er is toch nieuw bloed bezig, of nodig, want ik hoor toch links-rechts af en toe geluiden van dit is misschien wel ons laatste jaar en we waren al ouder. Maar ja, dus bij meerdere groepen hoor je dat tegenwoordig, dus er moet echt weer nieuwe groepen bij. Jaap, is dat iets voor jou om dat op te pikken, nieuwe groepen? Mijn groep doet zelf al mee, al enkele jaren, gelukkig. Ja, maar je zei net al dat het competitie is, dus jij wil toch wel... Ja, er moet meer competitie bij komen. Ja, we zijn als commissie zelf ook al bezig verschillende jaren om de jongere carnavalsgroepen, zeg maar, gewoon proberen aanspreken van, joh, het is toch hartstikke leuk om mee te doen.
proberen te keren. Dus we zijn nu blij dat die gangmakers bijkomen. Dat ook de jongeren zien van, hey, er komt weer een nieuwe groep bij. Dat moeten wij ook kunnen. Oké, okay. 30 januari 2010. Pierre-Gibler, de kaarten. Waar kunnen we ze halen en wat kosten ze? Ze zijn 10 euro. Ze zijn te kopen zoals ze elk jaar zijn. Dat is geloof ik bij het Draaiboompje, de Jumbo, de Korenmaaier en ik dacht het Draaiboompje en de Brouwer. Brouwer, ja. Ja. Klopt. Okay. Dat zijn de voorverkoopadressen. Voorverkoop. De Bogaard zelf ook natuurlijk? Nee, in principe niet, want dan heb je eigenlijk alleen maar het VV zitten. Maar dus het grootste deel van de dag is daar gesloten. En er zit verder eigenlijk weinig horeca in, dus het is eigenlijk niet echt rendabel ook niet om daar kaart neer te leggen, zeg maar. Raakt het uitverkocht op voorhand? Dat hopen we wel. Ja. Het is bij mijn weten nog nooit gebeurd dat het uitverkocht is. Dus nee, helemaal iedereen is, iedereen is van harte welkom om te komen. Aan de deur zijn er meestal nog kaarten genoeg om er binnen te komen. Dus dat is en hoeveel mensen mogen we dan verwachten, zo'n beetje? Ervaring? Ja. Ervaring is dat we ongeveer 500 bezoekers hebben. En dat is dan zonder de deelnemers zelf. Dus dan is de Bogaard goed gefilmd. We hebben meestal 150 deelnemers ongeveer. We zitten op de kant, alles bij elkaar met jury en alles. Toch ruim 700 mensen zitten er binnen. Oké. De groepen zijn al druk bezig. Wat moet de commissie nou doen? Ook nog heel veel. Er zijn, verschillende groepen die de liedjesteksten nog in moeten leveren. Dus het boekje, ja, dat is echt iets van het laatste werk van de laatste week. Dat moet nog helemaal in elkaar gezet worden. Het programma kunnen we nog niet in elkaar zetten, want de loting is pas donderdag de 21ste, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Dan is de loting. Een week voor het Pierre-Gibler. Dus ja, er komt nog wel het een en ander om de hoek kijken voordat het zover is. Ja. Ja. En natuurlijk het podium. Hè? Moet u het podium nu volzetten of leeg houden? Wij proberen het leeg te houden. Ja. En de deelnemers mogen het helemaal volzetten. En zo gek maken als ze zelf willen. Ja. Oké. Okay. Heren, dankjewel voor jullie komst hier naar de studio. En erg veel succes met de voorbereidingen. En natuurlijk met de uitvoeringen op 30 januari 2010. Pierre-Gibler, dankjewel. Ja, ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten zaterdags. Denk het wel. Prima, dankjewel.